Ja, vrienden, ik ga jullie eventjes heel erg bedanken. Ja, voor al die reacties die jullie gestuurd hebben. Ja, naar aanleiding van die video die ik had gemaakt over dat op één. Dat verschrikkelijke op één. Weet je, dat hele woke gebeuren daar. Weet je, die gingen opeens een filmpje uitzenden van mij met vrouwen met blote tieten. En dat werd helemaal uit zijn verband gehaald, want het zat natuurlijk in een of ander onderwerp toen, bij Pisa of Verona, ik weet niet meer wat. En dat ging natuurlijk over het blote tieten gebeuren in het algemeen. En nou ja, en dan gingen ze mij eventjes daar bij het op één, gingen ze mij afserveren. Ja. Al die deugers daar, met hun wokgeneuzel, ja, die gingen mij eventjes de maat nemen. Ja, en jullie hebben daar dus, naar aanleiding van dat filmpje van mij, want ik pikte het niet. Ja, ik ging even in de tegenaanval. En ik ging ze eventjes bij een op één laten weten wat ik daarover dacht. Toen hebben jullie dus massaal gereageerd. Meer dan 800 reacties of zo kreeg ik van jullie. En jullie, nou, dat was geweldig, jullie steunden me altijd. Want kijk, jullie en ik, wij zijn het heel vaak niet eens met elkaar. Nee, dat laten jullie mij dan ook regelmatig weten. Dan zeggen, ja, Harry, wat je daar beweert over dit en dat, ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens. En dat is gelul. En waar begin je nou aan? En waarom zeg je dit en dat? Dan zijn we het gewoon niet eens. Maar gelukkig, in dit geval, over dit onderwerp, dit wokgeneuzel. Ja, daar zijn jullie en ik helemaal eens. En vrienden, dat geeft mij zo'n goed gevoel. Dat jullie en ik helemaal op één lijn zitten met dit hele geval. Ja. Ik las allerlei dingen en dan zat ik gewoon af en toe zo in te applaudisseren. En dacht ik, ja, hey, want jullie vinden het ook allemaal griezels bij dat op één. En jullie zijn daar ook helemaal kots en kotsziek en misselijk van al dat geleuter. Daar hebben jullie je buik helemaal van vol. En ja, jullie vinden het helemaal niks. En die lui van op één, die zouden dat gewoon eens moeten lezen. Al die commentaren, ja, die jullie aan mij gestuurd hebben, dat zou ze een keertje een goed inzicht geven in hoe het zit in Nederland. Want die lui hebben geen idee daar in Hilversum. Ben je gek? Denk je dat die weten hoe Nederland denkt? Denk je dat die weten hoe Nederland leeft? Geen benul. En de wokebeweging, die zit er een beetje aan de knoppen. En die bepalen een beetje de inhoud. En jullie hebben daar helemaal niks mee. Jullie zijn daar helemaal mee klaar. En ja, en dat, vrienden, ik ben daar zo blij mee. Dank je wel. Maar ook voor de steun die jullie mij gegeven hebben. Want jullie hebben ook gezegd van, Harry, trek je er niks van aan. En laat ze dan bij dat op één en bij die NPO, laat ze allemaal de colleren krijgen en die hele wokebeweging. Precies. Nou, goed. Hé, maar dat niet alleen. Ik wil alleen nog tegen jullie zeggen, vrienden. Ja, jullie maken je zorgen over Nederland. Ja, want jullie voelen je dan niet meer zo prettig in dat Nederland. In dit woke Nederland en in dit geneuzel Nederland. En jullie denken dat helemaal de verkeerde kant op gaat. En noem het allemaal maar op, vrienden. Maak je niet al te veel zorgen. Uiteindelijk komt het weer op zijn pootjes terecht. Want jullie zitten nog steeds, wonen jullie in Nederland, in een prachtig land.